aankwamen. Ja. Wat dacht je? Ja. Dacht je van dat wij altijd zo'n zootje ervan maken? Ja. Nou, wij dachten wij krijgen weer zo'n ontzettende stoere school hier, want jullie zijn groep 7 of 8? 8. Groep 8, dat wou ik zeggen, groep 8. En wij dachten, nou laten we gewoon een beetje een puin op hier liggen, want dan ruimen ze toch wel op. Nou, en wat blijkt? Jullie doen het ook nog. Hartstikke bedankt. Jullie kijken heel beteuterd ervan. Ik ben trots op jullie, even een applaus voor jezelf. Jawel. Maar ja, jullie thuis ook natuurlijk hartelijk welkom bij Telekids. We gaan vandaag een heel leuk programma weer maken. Tot 12 uur zijn we bij jullie met heel veel leuke dingen, heel veel leuke onderwerpen. Maar wat het precies allemaal is, dat vertel ik jullie straks in het programmaoverzicht. Maar het heeft ook, één onderwerp heeft te maken met beesten. En wie heeft er voor jullie huisdieren? Jij allemaal huisdieren, ja? Wat heb jij voor huisdieren? Ik heb twee ponies. Twee ponies. Ja. Stel, jij gaat op vakantie. Wie zorgt er dan voor jouw ponies? Mijn opa en mijn oma, want daar staan ze. Oh, daar staan ze. Dat is makkelijk. Ga ik even door naar Tjoen. Ja, Oos, ik zag het verkeerd. Ik moet even... Tjoen. Ja. Een hond. Een hond? En ja. Als jij op vakantie gaat, wat gebeurt er? Naar mijn oom en tante. Naar je oom en tante. Ja. Dus jullie hebben het allemaal goed geregeld. Hebben jullie wel eens gehoord van een dierenhotel? Ja. Ja? 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 Ja, een hond is Een hond ook heen? Ja. Nou, wij zijn ook in een dierenhotel geweest kijken. Dat was eigenlijk een beetje meer een kattenhotel. Er waren hoofdzakelijk katten. Nou, dat zag er echt heel gezellig uit. Maar dat komt straks allemaal in het programma terug. Ja, wij gaan gewoon lekker beginnen. Een beetje rustig aan met de eerste tekenfilm. Dus zullen we hier de laatste dingetjes ook nog even recht zetten. Hier is Diplodoc. Is nog steeds groep 8 van de haarschool uit Rotten. En wat ik wel eens van jullie wil weten... Sielke, heb je wel eens feestjes op school? Ja. Ja? Nou, dat vind ik niet zo gewoon. Dat had ik niet echt vaak hoor, op de lagere school. Ja, wel vrijdagmiddag of zo. Doe je het ook op vrijdagmiddag? Nee, meestal zaterdags of vrijdagavond. Maar dan ik ga even door naar een jongetje zonder naam. Nee. Wordt het een beetje? Nee joh, dat komt straks wel. Patrick. Hoe zit dat dan? Gaan jullie zaterdag ineens weer naar school dan? Als het iemand jarig is, dan geven we niet gewoon een feestje, maar een vuif meer. Dat heet een vuif, echt? Ja. Een meisje. Ja, dat begrijp ik. Maar zou je het nu weten? Weet je? Nee. Nee, echt niet? Nee. Nou, we komen er toch echt wel achter, want jullie gaan deze morgen schuifelen. Oh. Jullie gaan schuiven. Jullie gaan alle telekidskijkers laten zien hoe dat nou moet. En daar kom ik straks op terug, want het heeft met de clip te maken. Maar wat er nog meer komt, vertel ik jullie nu in het programmaoverzicht. Straks een korte tekenfilm. Daarna spelen we de eerste ronde van het Pictionary Junior spel. Weer twee nieuwe teams staan daarvoor klaar. Vervolgens krijgen we toef en toetje met een leuk receptje. En daarna gaan wij zelf ook iets moois maken in onze telekidskeuken. Dan krijgen we een nieuwe film, deel 1 althans van die film. Princess Kate, zo heet het. En ik zal je daar straks iets meer over vertellen. Dan spelen we de tweede ronde van het Pictionary Junior spel, waarbij dan ook de ontknoping. Vervolgens krijgen we een nieuwe tekenfilmserie. Dan krijgen we de Flintstones, die wij natuurlijk weer gezamenlijk gaan aankondigen. En dan de clip. Dat is namelijk de nummer 2 van het afgelopen weekend. Nummer 1 werd Betty Boel met Doing the Do. En nummer 2...